Dames en heren, goedenavond. Op de voorplaat van ons tv-magazine van deze week, Anita Meijer op de voorplaat. En binnenin staat een uitgebreid interview met haar. En dit is omdat ze afgelopen voorjaar 2 uitverkochte concerten heeft gegeven in de Ahoy Hall in Rotterdam. En de Varen maakte daar een registratie van en we kunnen er zo dadelijk naar gaan kijken. Maar we hebben nog veel meer vanavond. Over een paar minuten dus Anita's première met onder andere Hans Vermeulen. Dan op een eerder tijdstip dan u van ons gewend bent, om 8:57, Cagney en Lazy. Marybeth Lazy heeft het vandaag extra moeilijk om haar gezinsleven te combineren met het gevaarlijke politiewerk. En daarna achter het nieuws met onder andere een rechtstreeks verslag van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Frankrijk. En wat moet je doen als je baby zit en het kind wordt niet opgehaald? Dat is het probleem waar de Golden Girls om 9:50 mee te kampen hebben. En ons laatste programma leidt voorzitter Marcel van Dam het gesprek in goede banen in Welbeschouwd. Maar nu eerst Paul Witteman. Goedenavond. Het dagboek van Anne Frank is een vervalsing. Dat beweren tenminste 2 Duitsers. Morgen staan ze terecht in Hamburg en straks het verhaal van 2 kroongetuigen. Ruud Gullit, voetballer, kreeg vanmiddag een trofee als de beste voetballer van het seizoen 1987. In Achter het Nieuws geeft hij die prijs aan een vrouw die hij geweldig bewondert. En, Paula zei het al, een rechtstreekse verbinding met Parijs voor het laatste nieuws over de Franse presidentsverkiezingen. Deze en andere onderwerpen straks na Cagney en Lazy om 9:50. Graag tot dan. Zo, mama gaat er vandoor. Een kusje. Tot ziens. Dag Anna, ik zie je morgen weer. Veel succes.